Yo, wat super leuk dat jullie er weer zijn. Ik heb vandaag voor jullie een nieuw artiest kunnen regelen. Zijn naam is Dave Miller. Dave Miller is echt een veelzijdig artiest. Hij zingt Nederlands, hij zingt Engels, hij heeft een heel groot repertoire. En hij doet het dan ook al jaren. Ik ga met Dave Miller vanavond mee naar Koningsnacht. Daar heeft hij heel veel optredens staan en ik mag hem volgen. Ik denk dat het een super vette vlog gaat worden. Dus laten we beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe kansen, een nieuwe artiest. Mijn naam is Mike en welkom op mijn vlog. De wekker gaat, ik rek me uit en ik stap uit bed. Wrijf in mijn ogen, denk eens na en ik check WhatsApp. Vanavond ga ik als een koning naar de stad. Al tijdenlang niet meer zoveel drank gehad. Mijn kleding smoet en mijn schoenen zijn gepoetst. Alleen maar haar nog uurtje chillen onder de douche. Een luchtje op, ik ben weer klaar om hard te gaan. Ook deze nacht zal ik lachend weer doorstaan. Vlog, 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 vlog. Mikey's vlog, maar niet mag, dat doe ik toch, toch, toch. Vlog, 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 vlog. Mikey's vlog, maar niet mag, dat doe ik toch, toch, toch. Vlog, 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 vlog. Mikey's vlog, maar niet mag, dat doe ik toch, toch, toch. Flink hectisch, heel veel verkeer. Gisteren is het ook Koningsnacht. Ik zit nu achter op de Brommer met Dave. Even kijken. Ja, bizar. Heel veel optredens aflopen. Koningennacht. Ik hou jullie op de hoogte. Jullie gaan alles zien en jullie gaan mee. Ik krijg traanhoog, man, van de koude wind. Dit wordt echt een avond. Hey Dave, staan we? Koningennacht, ouwe. Zeker koud, heel koud. Hey, we gaan een hoop optredens aflopen vandaag. Ja, we hebben er net al eentje gehad natuurlijk, maar dat was een beetje een hoop gestressfactor vandaar dat we dat niet hebben vastgelegd. Nee. We gaan er nog 6 doen. We gaan even kijken hoe lang jij hem gaat volgen. Laat hem meelopen. Het is nog een beetje rustig overal. Het is super weer, jongens. Het is echt koud. Maar we gaan er zeker leuke avond maken. En jullie mogen mee. Ik ga volgen. Dave, komt goed. Het was weer een feestje, hè? Ben je er klaar voor, Dave, of niet? Nee, nog niet? Ah, dan doe ik er nog één voor de gezelligheid, omdat je er nog niet klaar voor bent. Waarom ook niet? Ik zeg, laat me! Laat mij mijn eigen gang gaan voor dansen, Shaffi! Zie je die handen, zie die handen, die handen, die handen! Waarom als de president is het ook bij in de wagen? Ja, hoor, even naar het doorbekken gaan we door naar de Jordaan. En weer door, hè? Wat een hectiek, hou zo, hè? Niet normaal. Ik ga deze kant, hier heb ik wat meer licht. We hebben precies 5 minuten om naar de Jordaan te komen. 5 minuten om naar de Jordaan te komen. Ja. Dan hebben we iets meer speling naar de volgende. Oké. Maar zo langzamerhand is het kaarsje wel een beetje uit het gat. We zijn nog niet op de helft, dus... Ik weet niet of jullie Dave goed verstaan. Ik had het microfoon wat bij me. Hij zegt dat het kaarsje een beetje uit begint te gaan. We hebben er nog 3. De stad is echt super vol en we doen alles op een brommer. Maar met de auto is er gewoon niet doorheen te komen. Ik ga jullie even een sneak preview geven hoe het in de stad eraan toe gaat.
zo gaat er een zat aan toe. Achterop de brommer met Dave Miller. En volgende optreden, Davy. Volgende is altijd leuk. Jordaan. Jordaan. Voor het Jordaantje. Ik denk dat onder zijn deur het gewoon helemaal vol gaat staan daar ook. Dus we gaan het zo zien. Ik kreeg gewoon net een appje of ik in de buurt was. Dus er is lichtelijke stress op beide kanten, denk ik. En ja. Ik zeg hectisch, hectisch, hectisch. Jullie gaan zo meekijken bij de Jordaan. We zijn onderweg. Dave Miller! Jordaan, goedemorgen! Pak je headset in de air, die handen, die handen, die handen, die handen. En chat, 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 ik heb er even een lampje bij gepakt. We zijn in Jordaan. En geloof me, het gek uit. Dit is de enige manier waarop ik het doe. Ik loop nu naar deze wereld. Ik ga hem de camera geven. En hij gaat jullie laten zien hoe het vanuit zijn visie is. Gaan we doen. Net in Jordaan geweest, zit er weer op scooter. Die scooter gaat echt een item worden in de vloggie. Ja. Dat werk ik zeker. Nee, de scooter lijkt heel veel op. Hoor. Die scooter, ik ga die scooter zo ook filmen, want die hebben wel respect voor die. Ja, dus we zijn vanaf Jordaan en we rijden nu weer terug naar de rem dan gelijk. Nou, dat heeft en Dave, nee, hij kan rijden. Dat is niet helemaal. Ja. Mocht je ooit een zanger aan wal raken, dan kan hij altijd nog als fietstaxi. Ja, fietstaxi, drugscourier. Verzin het maar. Het kan allemaal, want hij kan wel rijden. Ja. We gaan gewoon nog even door, dat kan ons verschillen. Ja, even een paar te gaan. Ik heb zin in deze vlog, hè, weet je dat? Ja, ja, ik ben. Ja, ik vind het leuk om hem te monteren straks. Ja. Koppie. Ja hoor, stoppenverhuis. Zet hey, 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 hey. Mijn liefste, liefste maat. Wij waar zo in zijn leven zijn. Ja, het zijn er nog allemaal. Ja hoor. Ja. We dansen in mijn vanzelfje. Hij staat er nog. En dat wil je zeggen, zien we die handen zien. Kom op! Hij staat me met je daar. Dan kan ik de stad in graag. Dan zie je daar. Want wat wij ons kosten te leven, moet je s'avonds de sokken staan. Kijk op ons! Daar is een geile, daar is een droom. Wees je jongens, alles doet. Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen door en aan Amsterdam. Pas je op de wijk, pas je op. Goedenavond, Dutje! Nou, ik ben echt bevroren, voeten bevroren. Hey Dave, we hebben ze allemaal gehad, man. We hebben ze nu al op je laatste optreden aangekomen. De laatste twee setjes nog even. Dat is super vet, man. Thuishaven pandje in Nieuwe. Ja. En
Ik ben wel blij dat we eindelijk naar binnen gaan. Nou, het is koud, hoor. Het is echt koud. Hey, ik wil jou eventjes wel even zeggen. Ik werd vanmorgen wakker en had ik wel eerst wel van ja, het vloggen. Je hebt af en toe, als je ergens mee bezig bent, heb je van die dingen, vind je het super vet. Ja. En word je vanmorgen wakker en denk je van, moet ik weer? Moet ik weer, ja. Jij hebt mij vandaag wel echt laten zien en dat zweer ik je echt. Jij hebt me echt af en toe... Ik heb er veel momenten gegeven dat ik echt denk van hier doe ik het voor. Top. Dat nou ja, vind ik echt super vet. Super dat je mij vervolgt vandaag. Ja, en, super vet, man. We gaan er winnen. Jullie gaan ook nog even mee. En ik ga op een gegeven moment er vandoor, denk ik. Want ik morgen Koningendag. Je weet het nooit, hè? Ja, misschien blijft het. Misschien dat je gewoon om drie eruit ik wou in ieder geval, wou ik hem hier eventjes een beetje afsluiten. Top. Voor jullie. En jullie gaan er wel even mee naar binnen. En wat er de rest vanavond gebeurt, heb ik lekker voor mezelf. Doei. Top man. Laat word ik wakker met een zware kop. Voor mijn gevoel had ik zeker 100 liter op. Duizenden foto's, ik scroll door mijn telefoon. Het maakt niet uit hoe jij me ziet, schat, ik ben nooit gewoon. Als je naar me kijkt, ben aan het dansen. Lekker in mezelf, heb geen tijd om te chansen. Voel mij het mannetje, supergek en vogelvrij. Je wordt vastgelegd door mijn camera en mij. Hoe vaak wil jij met mij? De wereld rond, ik pak je vast en zoen je teder op je mond. Je kijkt me aan van wat de fuck heb jij gedaan? Door die jenever kan ik niet meer op mijn benen staan. Vlog, Mikey's vlog, maar niet mag, dat doe ik toch.